opgetreden door Emily Scholten. Misschien kan ze daar straks zelf wel wat over vertellen. Westenwind, een Fleming uit een Contango-moeder. En deze Westenwind die staat pas sinds 8 weken bij Kirsten Brouwer. Kirsten Brouwer die zelf in de race is om opnieuw deel te nemen aan het wereldkampioenschap in Verden. Gooide daar vorig jaar hoge ogen met Dancer, die een mede-eigendom is van onder meer Emily Scholten. Daar ben ik weer. Je ziet Kirsten Westenwind. Westenwind is in eigendom van Adrie Zekveld. Ik heb Westenwind gereden vanaf dat hij 3 was totdat hij 8 was, denk ik. Ook veel successen met hem behaald. Ik vind het heel leuk dat hij nu bij Kirsten staat. Hele mooie combinaties zoals jullie kunnen zien. En wat we eigenlijk even nog aan jullie wilden laten zien is een beetje een vervolg van wat ik net met Desperado heb laten zien. Een beetje het werk wat je met jonge paarden doet. Je ziet Westenwind wordt dit jaar 11. En je ziet dat je al heel ouder wordt, dat je steeds meer aan expressie gaat winnen. Dat zie je heel duidelijk bij hem. Hij heeft een super mooi voorbeeld. Heel opwaarts beeld wat hij geeft, dus echt beweegt duidelijk naar boven toe. Dus Kirsten, misschien kun je dadelijk even een beetje schakelen. Zet je even een dadelijk keer volgende lange zijde. Oké, daar was ook mooi. Dat je even een beetje schakelt. Wat heel belangrijk met rijden is dat je goed voorwaartse drang creëert. Zodat je eigenlijk eerst even een klein pasje naar voren. Ja, goed. En dan alweer ietsje op. Dat wel. Ik had erin last van. Nee, wel grappig. Maar, eigenlijk is het alleen maar goed dat de paard dat doet. Zie je dat hij eigenlijk heel goed in zijn vel zit. Dat is natuurlijk belangrijk bij een oude paard. Dus dat je ook zorgt dat ze het werk leuk blijven vinden. Goed, heel mooi. Oké, dan zie je eigenlijk hoe makkelijk dat paard schakelt. Nou, gaan we natuurlijk ook even weer een beetje zijgangen rijden. Eerst het even een beetje aan het werk zetten. En dan probeer je die zijgang dat hij daar ook een beetje in kan blijven schakelen. Heel mooi. Ietsje oprijdt. En je vader staat er inderdaad. Goed zo. Oké, wat ik zelf ook al zei, je zit naar rechts goed weg, maar dat maakt niet uit. We zijn ook hier om een beetje te oefenen. Goed zo, heel mooi. Heel goed is aan dit paard hoe makkelijk dan die in zo'n zijgang in zijn tak kan blijven. Zien we even een klein pasje schakelen, dat je even weer een beetje die energie erin kan houden. Goed. Juist, dat is heel mooi. Dat is gewoon super belangrijk. Misschien tussendoor ook nog gewoon even een rondje licht rijden. Laat hem even een keer een beetje uitschuiven. Ook met zulke paarden blijven een beetje variëren. Goed, zodat hij toch ook weer even een beetje zijn rust kan vinden. Ja, prima. Goed zo. Oké, pak je hem weer op. Je krijgt natuurlijk niet heel veel uitrusttijd. Je hoeft ook al niet zelf te praten. Goed zo. Misschien even een klein stukje galop. Wat ik net ook al vertelde bij Desperado, is dat je als je goed mee wil doen in de dressuursport, dat het van belang is dat je een paard hebt met 3 goede gangen, functionele bouw. En dan zie je eigenlijk weer aan Westenwind, wat je ook bij Desperado zag, een heel functioneel gebouwd paard is. Het al van nature een heel opwaarts lijf, om maar zo te zeggen. Dat is voor ons als ruiters heel makkelijk. En Westenwind heeft ook een hele mooie galopade, hetzelfde wat hij ook in de draf heeft. En, wat je al ziet aan hem is dat hij dus al duidelijk verder is in de africhting. Dus nu draait hij hier een pirouette naar links. Eigenlijk dat is natuurlijk een hele zware graad van africhting al en van verzameling. Dus dat paard echt super goed op het achterbeen moet komen. Het enige wat je natuurlijk thuis heel veel traint, misschien kun je dat ook nog even laten zien. Dat je natuurlijk niet altijd alleen maar een heel klein pirouette gaat rijden. Dat je ook probeert dat je bijvoorbeeld even een klein stukje voorbereiding doet. Ja, en dan probeer ik even een beetje eruit, dat ze niet te veel zelf gaan denken. Westenwind loopt al ietsje langer op licht toerniveau, dus die denkt natuurlijk ook wel, als je zo'n diagonaaltje omrijdt, dat die denkt, oh ja, ik wil het. Dus je gaat natuurlijk thuis heel veel proberen om daarin te variëren.
Misschien kun je dadelijk even een keertje diagonaal draaien. Dat je een keer bijvoorbeeld alleen je voorbereiding doet en er weer een keer uitrijdt. Of een paar pasjes en dan rij je er weer uit. Natuurlijk voor hem ook fijn om gewoon een keer hier te kunnen rijden zonder dat je direct proefje hoeft te rijden. Ja, en rijd er maar weer uit. En een keer naar voren. Ja, gewoon even, want dan weet je al een beetje van, oh ja, ik ga mijn pirouette draaien. Dus gewoon ook voor hem, ja, om te zorgen dat hij blijft reageren en gefocust blijft op eerst. En doen we zulke dingen. Goed, gaan we even op de andere hand. Rijd daar een keer een wisseltje. Ik zei al, je kan wissels via de draf doen, via de stap. En natuurlijk ook door middel van de vliegende wissel. Dus in het zweefmoment doe je op dat moment je buitenbeen naar achter, zodat het paard wisselt van de, in dit geval van de linker naar de rechter galop. Ja, dat deed hij echt super mooi. Doen we ook nog even een pirouetje naar rechts. En dan kun je misschien even een paar series meenemen. En daarmee bedoel je dat je wissels gaat rijden op een bepaald aantal sprongen. Goed zo, als je het gevoel hebt dat hij te veel terug neemt, rijden, gewoon weer een keer uit. Ja, een keer naar voren. Goed gedaan. Dat is gewoon super belangrijk. Dat je altijd blijft controleren als ik been geef, blijf een paard naar voren gaan. Van kom op, komt hij terug. Ja, goed zo. En probeer daar even af of je hem een keer helemaal kan rijden. Juist. En dan rustig eruit als je daar eruit gaat. Je dan probeert hem niet te veel ervan van het achterbeen af te jagen. Goed, en dan weer iets naar voren. Als hij dan niet reageert, tik je maar een keer naar voren op je been. Ja, precies. Misschien kun je gewoon een keer proberen twee wissels op de diagonaal. Ja, die was goed. Goed zo, super. Naar rechts, heel mooi. Oké, okay, aan moet blijven werken, maar op zich verder heel goed. Probeer hem goed in zijn houding te houden. Bovenin houden. Juist, hou bovenin. Mooi, goed zo. Weet je dat je, zie je soms dat hij de wissel ietsje naar beneden wil duikelen, is gewoon nog een klein beetje kwestie van kracht en balans. Dus dat je, dat je daar goed op blijft letten, dat hij niet verandert in zijn houding. Goed, even een rondje stappen. Ook weer even een stukje naar de ontspanning gaan. Probeer je overhand goed af te maken. Goed zo. Westwind heeft ook een hele goede stap. Ik heb hem vroeger zelf bij het WK gereden voor de jonge paarden. Toen het eerste jaar deed ik het super goed. Het tweede jaar ietsje minder. Het enige waarom ik je bijvoorbeeld met Westwind geen kampioen kon worden, omdat hij een hele functionele stap heeft. Daarmee bedoelen dat het altijd goed intact is en super zuiver. Maar hij heeft niet mega veel overstap. Dus dat was toen een beetje in zijn nadeel. Ik moet wel zeggen, nu in de hogere sport is het zeker niet in je nadeel. Dat hij wel mooi vlug is en super veel takt heeft. En dat is wel heel makkelijk om keertwendingen te draaien. En dadelijk ook een beetje aan te kunnen trainen naar richting de Piaf. Maar dit was eigenlijk een beetje aanvulling of hoe je daarna weer verder traint met je paard. Ja, ik vind het wel leuk om nog even een ronde in draf te doen. Ik vind het toch zelf niet anders zitten. Nee hoor, dat vindt hij hartstikke mooi. Dan kunnen we misschien nog even een rondje draven. En ik denk dat er wel een applausje bij kan dan. Ja, dames en heren, laat u gerust horen voor Kirsten Brouwer. Prachtige demonstratie. Emily, jij natuurlijk ook opnieuw bedankt. Ja, en zoals de mat bij het springen zojuist even omhoog ging, ging die dat ook bij de dressuur. We zagen hier oefeningen van het allerhoogste niveau. Westwind heeft in ieder geval hard gewerkt, zien we. Kirsten ook. Dus laat u nog één keer horen voor dit prachtige duo. Nog geen twee maanden combinatie en nu al zeer veelbelovend. Ja, dames en heren, dit was het één na laatste optreden van deze prachtige dag, durf ik al te zeggen. Namens u durf ik dat zelf te zeggen.